Dames en heren, klimaatvrienden, goedemiddag. Minister Jette, dank. Ik begin met jou, Ed. Ik was ook wel eens in België en dan vroegen ze inderdaad, hoe zit dat nou met dat klimaatakkoord? En dan kon ik eenvoudig zeggen, wij hebben Ed. Want ik heb je van daarbij meegemaakt, met name dat avontuur van het klimaatakkoord. En ik zit ook in dat filmpje, dus ik herhaal wat ik zo direct nog een keer, en ik mag het twee keer tegen je zeggen. We kennen jou als een groene voorvechter, een groene aanjager van het eerste uur. Vele jaren lang. En dat is van onschatbare waarde geweest. Je hebt jouw passie, jouw commitment aan de groene zaak, maar ook je politiek kapitaal aan alle kanten ingezet. En ik heb van nabij gezien hoe dat ging bij het klimaatakkoord. Dat klimaatakkoord is er gekomen. Maar vraag niet hoe. We gaan in jouw boek lezen, beter snappen hoe dat dan eigenlijk ging. En het is jou gelukt om de boel op de rails te houden, de eindstreep te behalen. En daarmee, dames en heren, dat weten we eigenlijk allemaal, maar ik kan het niet genoeg nalaten dat te onderstrepen, zijn er met dank aan Ed Nijpels twee belangrijke doorbraken gerealiseerd. Voor het eerst sinds Noordwijk, we hebben 30 jaar verprutst, lag er een dekkend klimaatplan voor heel Nederland. Bepaald niet perfect. Helemaal niet af. Maar eerlijk is eerlijk, zo'n plan hadden we eerder nog niet. En de tweede doorbraak was politiek. Want door jouw inzet, Ed, en door de structuur van dat akkoord, de steun van velen van u, van 150 maatschappelijke organisaties, was het mogelijk om een ruime politieke meerderheid in de Tweede Kamer te identificeren die ja zei tegen dit plan. Ook die politieke meerderheid, ik heb er zelf een paar jaar tussendoor gelopen, ook die politieke meerderheid was nieuw. En dat is ontzettend veel waard geweest. En ik denk, minister Jette zei het zojuist al, daar is op voortgebouwd. Het nieuwe kabinet heeft de ambities verhoogd. Er is een klap bijgekomen, niet alleen op ambities, maar ook op beleid. Afgelopen week zien we dan ook dat er nog meer moet gebeuren. Maar die ambitie staat. En dat was zonder jouw klimaatakkoord, Ed, niet gebeurd. Dus een hele diepe buiging voor jou. Het is voor mij ook het mooiste cadeau om in jouw voetsporen te kunnen treden, laat ik dat zeggen. En dames en heren, wat we afgelopen week ook gelezen hebben in de stukken van het planbureau voor de leefomgeving en de rekenmeesters over dat doel in 2030, hoe gaat het nu, is dat we inderdaad in een nieuwe fase terechtkomen dat de uitvoering, gewoon de actie, zoals minister-president Rutte vorig jaar in Glasgow zei, action, action, action. Dat klopt. Dat is ook meer dan ooit nodig. Er was een klimaatakkoord. Er zijn inmiddels in stad, land, regio's, in industriële regio's, op allerlei plekken veel meer plannen. Er is veel harder nagedacht. Er kan nu veel meer uitgevoerd worden als we het goed doen. Dat moet nu ook voorop staan. Uitvoering, versnellen en verbinden. En ik vind het heel mooi dat het kabinet mij gevraagd heeft om daar een hele bescheiden rol in te gaan spelen met dit nieuwe nationale klimaatplatform. En daar kan ik op dit moment, ik ben pas vandaag benoemd, gunt u mij nog enige tijd. Daar kan ik een paar dingen over zeggen. Ik ben altijd geïnspireerd geweest, dat merkte ik ook bij het klimaatakkoord, dat deze grote klimaat- en energietransitie fenomenaal belangrijk is, maar ook knap ingewikkeld. En dat dat een inspanning van allen moet zijn. Ja, het vraagt moedige politici. Het vraagt heel krachtig beleid, beprijzen, normeren. En als het moet subsidiëren, ook dat weten we al 30 jaar. Maar het vraagt ook een inzet van de financiële sector. Het vraagt leiderschap in het bedrijfsleven. Het vraagt burgers die de ruimte nemen, maar ook krijgen van het initiatief van onderop. Stad, land, regio, platteland. Dit gaat iedereen aan. En dit is ook de enige manier waarop ik denk dat we succes kunnen boeken. En de doelen van het kabinet in 2030 liefst nog meer dan dat gaan halen, met z'n allen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En dat moet goed begrepen worden.
Minister Jette refereerde er net al aan. De oude lijfspreuk in de jaren 90 was: een beter milieu begint bij jezelf. Ik denk het niet. Een beter klimaat begint niet bij jezelf. Een beter klimaat begint bij klimaatrechtvaardigheid. En klimaatrechtvaardigheid is de bril die we moeten opzetten om te snappen wat ieders verantwoordelijkheid is. De grootste uitstoters, de grootste vervuilers, hebben dus ook de grootste verantwoordelijkheid. En moeten dus in actie komen. Maar het is niet gezegd dat daarmee de rest van Nederland achterover kan leunen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Iedereen wordt geraakt door dit avontuur. En als we het goed doen, iedereen heeft een aandeel. En zou een aandeel moeten nemen. En het moet mijn en onze poging zijn om ook iedereen in staat te stellen en aan te moedigen dat aandeel ook te kunnen verzilveren. De transitie moet geleid van bovenaf, vanuit sterke politiek in Den Haag. Maar de transitie moet evenzeer van onderop, met een diep moreel besef van de verantwoordelijkheid van de generatie van nu. Omdat dit de enige manier is hoe wij een leefbare wereld aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen overgeven. Dat is klimaatrechtvaardigheid. Wat ga ik doen? Het Nationaal Klimaatplatform gaat nu al live, niet vanavond om 12 uur, iets sneller. Zodat u er straks al naar kan kijken. We beginnen vandaag. En ik wil elke dag, vanaf vandaag, op pad, in gesprek. Ik ga het gesprek zoeken met burgers, ondernemers, met professionals in de uitvoering met u. En nog veel meer mensen. Zo best als ik kan, om te snappen hoe dat gaat. Want die transitie is een maatschappelijke transitie. Het begint bij strak beleid, maar het moet daar landen. In de praktijk van mensen, stad, platteland, burgers, ondernemers. Het gaat ons allemaal aan. Gaat dat goed? Klopt dat? Dat beleid van Den Haag, die acties van onderop, sluit dat nog op elkaar aan? U kent het vraagstuk als geen ander. Maar er zijn buiten deze zaal nog heel veel mensen en heel veel ondernemers, ik vrees de meerderheid, die nog met grote aarzeling kijken naar wat deze klimaat- en energietransitie voor hun betekent. Er moet versneld, dus er moet meer verbonden worden. Er zijn meer mensen en spelers en ondernemers nodig om deze transitie samen te dragen. Dat is waar dit Nationaal Klimaatplatform uiteindelijk over gaat. En alle signalen, over kansen, over knelpunten, ik wil ze allemaal horen. En ik wil heel graag één keer in de zoveel tijd naar Den Haag, naar minister Jette en zijn collega's. Want dan snapt u, dan ga ik op mijn beurt een lekker potje drammen. Met een glimlach, uiteraard. En de minister ziet daarnaar uit, zo liet hij mij onlangs weten. Dit is eerlijk gezegd serieus ook de beste manier waarop ik denk dat wij allen, ook de beleidsmakers, de politici in Den Haag, het beste kunnen helpen. Zij willen ook niets liever dat het beleid wat daar gemaakt wordt, dat effectief is. En dat burgers snappen dat de ruimte die hun geboden wordt, dat ze die ook kunnen nemen. Enzovoorts, enzovoorts. Dat is de beweging. En dat gesprek wat ik wil zoeken, staat ook in het teken van klimaatrechtvaardigheid. Soms zijn mensen wat gelijker dan anderen. Ik ga tegen mensen met een smalle beurs die in een tochtige huurwoning met schimmel op de muur echt niet vertellen wat energiebesparing is. Dat weten zij al vele jaren beter dan ik. Hun thermostaat staat waarschijnlijk al jaren op 16 graden of lager. En de enige manier is om begrip te hebben voor dat verhaal, omdat dat de garantie is voor meer generositeit. Juist voor deze mensen. En ik wil dat verhaal ook opzoeken. En daar met compassie kennis van nemen en daar iets mee proberen te doen. En ik wil zo ook praten met professionals in de uitvoering. Want zij zijn de werkpaarden van alle dag. Mensen in de metaalsector, duurzame boeren. Mensen die bezig zijn met het plannen van infrastructuur. Wat gaat er nou precies mis? Welke regel klemt nou echt? Vertel, en ik ga met velen van u bepalen, helpen, kijken
hoe die boodschap verder kan komen in Den Haag. Zo zou het moeten werken. En ik besef mij zeer dat ik hier natuurlijk helemaal niet met een nieuw avontuur begin. Want deze gesprekken voert u allemaal, en ook buiten deze zaal, al eindeloos. En ik wil, dat meen ik buitengewoon serieus, niks liever dan dat sterker maken. Dat samen met u doen. Ik wil maar zeggen, ik kan helemaal niet zonder u. En dat wil ik ook heel tastbaar maken. Ik ben nu bezig met een plan. Ik probeer mooie en professionele mensen te verzamelen, een goed team, zodat we samen deze opdracht van het kabinet kunnen realiseren. Maar ik heb u gewoon nodig. Dus 2 december, 10:00 AM, een webinar. Dan wil ik heel graag u via een webinar vertellen wat de eerste plannen zijn. En ik nodig u allemaal uit om mee te denken. Help mij. Want zeker, dames en heren, ik hoor heel graag van u. U hoort van mij. Dit is een gemeenschappelijke exercitie. En we moeten elkaar sterker maken. En ik wil echt mijn uiterste best doen met dit Nationaal Klimaatplatform om de grote versnelling die de komende jaren nodig is te realiseren. Dank u wel.